Ik weet niet of ze al een pensioenfonds hadden. Dan moeten ze Edith Schippers eens bellen misschien. Ja, die is ook gestopt. Kan daar nog wat uitgeschept worden. Ze is wel gestopt bij DSM. Wel gestopt, zo. Dat valt me alweer mee. Ze dacht natuurlijk, we trekken de deur met een knal dicht. Nu het geld toch op is gemaakt. Dat zal dat eventjes opzoeken of ik dat nou goed gelezen. Maar ik zag het ergens voorbij komen. Edith Schippers stopt bij DSM. Ah, ze zal toch afzien van de leiding van de VVD-fractie in de Eerste Kamer nog wel wat anders willen doen, neem ik aan. Ja, want dat is niet een fulltime baan. Nee, je kunt er niet van leven. Nee. Ik denk zeker niet op haar niveau. Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds DSM. Oh, dus daar stopt ze. Dus ze stopt niet bij DSM zelf. Oh. VVD-kopstuk Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds van DSM. Ze stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn als bestuursvoorzitter van het fonds. Ik kan me er iets mee voorstellen, eerlijk gezegd. Bij PensioenPro heeft ze dat gezegd. Dus ja. Bij DSM blijft ze lekker zitten. Ik zou nog steeds zeggen, een beetje een onderzoekje hoe dit gelopen is. Dat zou wel aardig zijn, toch? Dit zijn echt schandelijke Amerikaanse praktijken. Dat je je pensioenfonds misbruikt. Niet waar, om het bedrijf door een moeilijke fase heen te helpen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Het is waarschijnlijk ook een strategische keuze. Nu eventjes weggaan, want de verkiezingen komen eraan. Dan stelt ze zich natuurlijk iets minder kwetsbaar op, doordat ze daar weg is gegaan. Nou, dat zou kunnen. Ik was sowieso niet van plan om op Edith Schippers te stemmen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik vind haar helemaal geen geschikte opvolger als minister-president. Dus zou me ook verbazen als ze het ooit werd. Dus we moeten het even afwachten. Ze heeft wel samen met Rutte de aanval geopend op PvdA GroenLinks. Een lichtelijk komisch optreden, eerlijk gezegd. Wat een half wat die plotseling de aanval, ook het hele idee, de aanval is ingezet, niet waar. Het Kozakkenleger is in beweging gekomen, kom nou gauw. Want even uitleggen voor de mensen die het gemist hebben. Die twee linkse partijtjes, die hebben ze dringend nodig voor een hele reeks van maatregelen die ze nog moeten treffen. Dus het zal zo'n vaart niet lopen, maar het was wel een beetje voor de bühne. Het was wel een beetje een politiek toneelstukje. Ja. Leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben. Wat ze gedaan hebben. Hoe heet het? De Partij van Arbeid en GroenLinks die gaan nu blijvend samenwerken. Die willen in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie drijven. En nu denken sommige mensen, maar eerst moet dat allemaal nog bewezen worden, dat die samenwerking eventueel in de Eerste Kamer bij de Provinciale Statenverkiezingen zou kunnen leiden tot een veel grotere fractie. Aan de linkerzijde die eventueel wat grotere invloed zou kunnen uitoefenen. Het hele idee van die samenwerking, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik ben een groot voorstander van die samenwerking. En ik zou de SP adviseren om daaraan mee te doen. Want als alle linkse partijen bij elkaar gaan zitten, dan kun je een serieus politiek blok vormen. Of nou de VVD, iemand legde ergens uit hoe het spel tactisch in elkaar zat. Het idee van de VVD is omdat ze in het verleden vaak geprofiteerd hebben van het feit dat ze van de verkiezingen een soort tweestrijd hadden gemaakt. Maken ze er nu ook een tweestrijd van? Kijk, het heeft voor hen weinig zin om. Kijk, die linkse kiezers stemmen toch geen VVD, dus daar hebben ze niks te verliezen. Maar het heeft voor hen ook weinig zin om laten we zeggen, het gevecht aan te gaan met die hele club van rechtse gekken. Terwijl ze natuurlijk wel hopen dat veel mensen die denken in termen van een tweestrijd VVD-links, dat die dan zullen zeggen, nou dan maar niet op de BBB mevrouw, maar dan toch maar op de VVD. Het probleem is natuurlijk dat het electoraat van de VVD beduidend conservatiever is dan het beleid wat de VVD noodzakelijkerwijze moet voeren als coalitiepartij. Je ziet nu ook ineens dat Rutte allerlei immigratie-initiatieven reist Europa rond, de grote denker enzovoort, allemaal flauwekul, omdat de rest van Europa daar niet mee. Jezus, die duiven zijn wel suicidaal aangelegd. Ja, je ziet, ik zit even wat meer op de vogelstand te letten. Tellen duiven ook mee? Ja, maar we zouden duiven niet meetellen. Ja, het zijn ook vogels, maar toch een beetje een typische stadsvogel. Wel een beetje de ratten onder de vogels, toch? Ja, dat zegt men, omdat er zoveel zijn. En omdat ze natuurlijk leven van wat wij weggooien. Dat doen ratten ook. Het zijn de volgers van de mens. Dat is een hele dierenwereld die afhankelijk is van de mens. Dat komt dat wij enorme rotzooimakers zijn. En een groot deel van ons voedsel weer weggooien. En heel slordig zijn met voedsel. Denk aan al die kinderen die hun fijne, door de ouders gemaakte boterhabbetjes zo snel mogelijk weggooien. Om dan dus als ze eenmaal op school zijn, van hun armelijke zakgeld een pennywafel te gaan kopen.
Ja, dus die vogels die pikken die zakjes met die boterhammen open. Die alom verspreid liggen rond de scholen. En die vinden dat wel lekker allemaal. Hè? Zo'n lekker roggeboterhammetje met kaas, denk ik. Maar wel slim van Rutte en Schippers, toch, om de aanval zo te kiezen? Nou, ik moet zeggen, ik werd er nogal lacherig van. Ik dacht, wat is het voor kinderpolitiek? Want ze speelden in het interview als ze gaan. Als het werkt, ja, god, dat is een ander thema, niet waar. Wat tot mijn vaste repertoire behoort, god, de gemiddelde kiezer is niet al te snugger, dus die zal het wel interessant vinden. En ze speelden in op de belastingen die omhoog gaan als GroenLinks en de PvdA aan de macht komen? Ja, dat was ook een flauwekul. Ja. Alsof GroenLinks en de PvdA, twee dwergpartijtjes die gaan samenwerken in Nederland, ineens het fiscale niveau op zouden kunnen gaan krikken. Dat gelooft toch geen kip? Ja, kom op. Maar moet de linkse... Dit is toch de linkse tsunami waar Rutte het al bij de formatie van dit kabinet over had. Oh, dat is gewoon... Je begrijpt niet dat het is een intelligente politicus, dat hij niet een wat handiger formule, dat hij niet een iets... Nogmaals, ik vond het kinderpolitiek. Maar dit is natuurlijk angstwekkend. Ze stonden ook met z'n tweeën zo stom te lachen daar in een kamer gebouwd. Dat ik dacht, kom op. Misschien werkt het wel. De vorige keer heeft het zou gewerkt. Kunnen, want bij de kiezers werken de gekste dingen, zoals je weet. Je hoeft als je het toch zomaar lekker uit de bocht komt. Leuk hoedje. Je zit ook bij koffietijd en ook een leuk praatje. Nou ja, dan zit je al ruimschoots in de kamer. Maar vind je niet dat de linkse kant zich ook wat meer moet roeren? Dat ze zich ook een keer op deze kant moeten laten? Ja, het zijn dwergpartijtjes. Ze trekken minder aandacht. Hoe groter de partij, hoe meer aandacht je krijgt. Ja, maar ze kunnen toch wel aandacht naar zich toe trekken? Ja, en dan komt nog iets bij. Ik denk dat is de kracht van de gekke brigade. Dat ze dingen hebben die de media interessant vinden. Want hoe gekker je bent, wat zien we overal weer staan? Trump, die heeft er nu officieel aangekondigd. Hij mag weer op de social media, waar die al die lulkoek over QAnon verder weer kwijt kan in de komende jaren. Ja, ik zou zeggen, houd rustig. Hè? Vraag je liever af of Biden nog voor een tweede termijn op zal gaan. Ja, een stuk interessanter dan wat Trump nu op dit moment doet. Ja, maar als die linkse... Trump zal bovendien in zijn partij heeft hij nog een hele flinke dobber aan hebben om opnieuw de kandidaat te zijn. Mm. Aangezien die evident nog iets gekker is geworden dan hij al was. Ja. Nou is dat natuurlijk allemaal tactiek, dat begrijp ik ook wel, maar toch... Maar moet links het spel niet wat meer meespelen? Ze blijven nu toch wel redelijk afwachtend. Ik heb geen idee. Misschien doen ze dat wel, maar... Ja, ik zou altijd zeggen, denk eens aan andere hoedjes. Ga bij koffietijd zitten. Hou een leuk lullenpotje. Ja, dat zou ik zeggen. Ik weet niet of dat... Ja, kijk, er gaat een diepe, diepe kloof tussen echte politiek en wat wij ervan zien op de televisie. De televisie is ook een beetje een kinderachtig instrument in allerlei opzichten. Sommige dingen zijn prachtig, aangrijpend en schitterend te zien op de televisie. Maar hoe interessant politiek ook is, dat is op de tv niet bijster interessant.